daarover gaat het. Hoe verliep de Ronde van Vlaanderen in 1941 of Parijs-Roubaix in 1943? Een antwoord op deze vragen krijgt u aan de hand van uniek beeldmateriaal van toen en getuigenissen van wielergrootheden uit een ver verleden. De medewerking van de Nationale Loterij. Hoe liever, schaarste, problemen met het vervoer, onveiligheid en onzekerheid. Ze kunnen de mensen in de oorlogsjaren niet weghouden van de sport. Voetbal, wielrennen en boksen zijn het meest in trek. Sportliefhebbers vinden in populair amusement en sport een uitlaatklep. Ze leven mee met hun vedetten en vergeten heel even de bezetting. Championnat cycliste interclub. Pour cette grande course qui s'est disputée sur l'autostrade Bruxelles-Anvers, tous les champions du cyclisme se sont donné rendez-vous. Amper één maand na de 18-daagse veldtocht komt het sportleven opnieuw op gang. Het gaat er wel strenger aan toe. In het begin van de bezetting mogen er bijvoorbeeld niet meer dan 35 renners aan een wedstrijd deelnemen. Door de oorlog is er weinig verkeer, wat het de organisatoren gemakkelijker maakt. Grote wegen mogen alleen nog bij uitzondering gebruikt worden. Voor de Duitsers zijn hun militaire transporten belangrijker dan een wielerwedstrijd. De Ronde van Vlaanderen van 1940 werd een maand voor de Duitse inval betwist. Hij zal ook in alle andere oorlogsjaren worden gereden, maar wel over een alternatief parcours. Winnaar in 1940 en 1941 is Achille Buysse. Ja, dat ben ik schotter, zes zeg. Ja, ik denk dat ik een beetje veranderd ben, 26. Ik was dan 21 jaar, ze dus. 44. Het zijn al vrienden in de Ripstam. Kijk, dat zie je nu ook niet meer. Tramrails en stenen. Dat was een beetje kennis om erover te rijden. Nu, als de renners over de stenen rijden, of ze zijn over de tramrails, vallen, zijn er veel die vallen. Je moet dat een beetje gewenten. En er zijn er niet veel meer, dus ze zijn het niet meer gewoon. Dat was toen zonder versnelling. De Belgische Wielerbond verbood dat, om de reden dat de Alleman het haalt niet dat om een versnellingsapparaat te kopen. En zo waren ze al gelijk in koers. Dat waren we al. Ik heb dat de premie gewonnen, hè? Dat was dan de premie van 500 frank. Eerst de Kwarmen, eerst de Kruis en eerst op de Nederlaar. Volk was er ook genoeg, hè? De Ronde van Vlaanderen sprak altijd tot de verbeelding. Vroeger konden gemakkelijk, als ze goed waren, iemand lossen op die vullenwijn. Dat was niet breed, dat was een meter, dat is een stuk macadam. Maar wij hadden dan veel grind weg. Maar ja, er was niet veel te verdienen. We moesten al de slechte wegen gebruiken, de hoofdwegen niet. De tuben kosten vrij veel, want ze vroegen dan ook 2500 frank voor een band. En nou ja, ze waren niet werk. Maar wij gingen gewoon naar Frankrijk, wij waren niet ver van de grens. Wij gingen naar Frankrijk, tuben gaan kopen zo. Maar je moest vrede opletten van de douane, dan als ze pakten ze af. Ik ben weggegaan een kilometer of twee voor de aankoop en gedemareerd. En ze hebben mij niet meer kunnen pakken. Dat door de vijfding geweest is, zeg. Dit keer. Voor een horror had ze minder in de weg.
moesten zien dat de gepaste snelheid had, of anders sleurde je weg. De meeste wedstrijden gaan gewoon door, al valt het niet altijd mee om op tijd aan de start te komen. Wij deden soms 300 kilometer per dag. 100 kilometer naar de koers, 100 kilometer koersen en dan terug. En dan wat materialen tegenslagen onderweg. En je moest om 10 uur binnen zijn van de Duitsers. En dan werden wij tegengehouden en dan moesten wij goede explicaties hebben voor deur te maken. Het vertrek voor de wegwedstrijd Milaan-San Remo, waaraan de meest bekende Italiaanse renners deelnemen. Reizen wordt fel bemoeilijkt. In grote wielerklassiekers rijden nog weinig buitenlandse renners mee. Adolfo Leoni behaalt de overwinning en bevestigt daarmee zijn titel van kampioen van Italië. De grote rondes en het wereldkampioenschap worden afgelast. In 1942 wordt een alternatieve ronde van Frankrijk georganiseerd. Onder de 63 deelnemers zijn er 26 Belgen. De Waal François Neuville behaalt de eindoverwinning. Voor sommigen was het een echt avontuur. Dat was in verschillende ritten. En dan moesten we in het onbezet gebied komen. Hè. En dan waar dat was. Was de last. En ik stond op de last niet op, zeg ik. En dat kijk, dat stond ook op de last van de dingen. Van de mechaniciens. Van dat die dat nog los werk, nee. Op die last stond ik, zeg. Je mocht daarna niet verder doen? Nee, zo maar tegengaan. Helemaal natuurlijk, de dierrichters van de dingen, zeg, van die omloop, zeg. Worden direct tegen. En dat is die en dat is het kenig zijn. En daar stond ik dood tussen. In de derde rit rijdt het peloton van Poitiers naar Limoges, dus van bezet naar onbezet Frankrijk. De douaneformaliteiten nemen verschillende uren in beslag, zodat de renners niet voor donker binnen zijn. Wij kregen bij ons vergunning van de Belgische Wielrennersbond een huiswijs. Een bewijs dat we geen miserie hadden, niet aan de grenzen en niet van de Duitsers en niet van de wielen vrijgelaten. Maar ja, wij hadden een vrijgeleider, zoals ik. Wij wilden zo een beetje zien als artiesten niet, maar als mensen die moesten er zijn voor het volk. Omdat de Duitsers wilden dat de koersen aan alles weer een beetje het hekeling vroeger zie. Dat de koersen doorging, dat het normale leven weer min of meer ging in de mate van het mogelijke. Ziet? En daardoor kregen wij zo'n bewijs. Une sensationnelle reprise sur la route. On dispute, après 4 ans d'interruption, le 41e Paris-Roubaix. 104 coureurs, poussés par un vent très favorable, ont pris le départ de Saint-Denis. Il ne sont plus que 5 à l'arrivée à Roubaix, où le Belge Kint gagne au sprint devant Loewy et Tietaar. Il a parcouru les 280 km à 41 km 490 de moyenne. Ik had twee paspoorts. En als ik in Parijs was, zegt dat mocht ik met die ene paspoort, kostte het een en ander kopen. Dat was een gezonde paspoort, niet ook kreeg. Of als je wat sigaretten meedeed. Als je sigaretten meedeed, dan kostte dat bij een apteker gewoon. En dan kostte van alles kopen dat gewoon. Je dat hebben naar geen drogeren, hij zei, je kost hem drogeren. Als we naar Pieker ging, waren hier in België niet zullen. À Paris se déroule le Grand Prix des Nations, la course contre la plus importante de l'année. Les départs se succèdent toutes les 4 minutes. Dure épreuve qui oblige chaque coureur à fournir isolément son effort. Ik kon me niet goed expliceren in het Frans. En mijn dokter, daarna nog altijd mijn dokter, zeg. Je gaat bij mijn oma's mee dat ze me absoluut niks mochten geven dat tegen mijn gezondheid was. Want als ik naar mijn koersen, dat ik nog moest leven, zeg. En als een boos zei, maar nooit gegeven. Maar anders zeg, ze zullen van wel aan drinken geven waar ze waar het in was. Hè. Was dat geen probleem, de voeding tijdens de oorlog? Ja, je kreeg op de gemeente kreeg dubbele zegels en alles. No? Wij hadden een kleine boerderij en wij hadden alles. Wij hadden zwijnen, wij hadden konijnen, wij hadden kikkers, wij hadden zo.
Het eten en het leven veranderden niet zoveel. Het leven wel veranderde, maar het eten bijvoorbeeld en het normale veranderde voor mij best de oorlog niet zoveel. Ik heb de grond gekocht voor de oorlog en daar zaaide ik een tarwe op. En dan, voor de laatste maal gaf een dokter, die was dan bij ons, burgemeester, die gaf wat aan de was. Dat ik ons bij een in een maaldrakos gelotte molen is. En dan zijn er mensen bij moeder en vader geweest uit West-Vlaanderen. En die zeggen, madame en meneer, mogen we Rick inviteren bij ons voor 6-7 maanden? Wij zullen hem eten geven, hem goed verzorgen. En dat was een koppel dat geen kinderen had. En die zagen mij aan als een zoon. En daar heb ik een jaar gewoond. Alles prima, wit brood, dat wij natuurlijk niet hadden in Arendonk. Spek, biefstukken, eieren, daar heb ik geleefd, gelijk een prins. En het jaar erop won ik 32 koersen bij de juniors. Maar weet u dat het is? De renners die zijn altijd nog graag gezien van de Nielmen en de Nammen. Dat zijn vrienden en er waren ook hier, wij wonen nog een beetje hier in de streek, waren er nog veel slugslachters. En een beetje van alles, als ze kregen een keer een schellevlees al hier en een bustek skoldoor en zo'n golf. Ziet, wij konden niet klaar. En anders was dat ook zo'n beetje. De renners wie het over Tom is er nog een beetje graag gezien. He. En dan ben ik terug naar huis gekomen. En dan had mijn vader had een huisje gebouwd aan de grens in 1934. En er stond nog altijd 20.000 frank op. Betalen. En kwam ik thuis en ik legde heel de tafel vol briefjes van 100 frank. En mijn vader hij zijn huis kunnen afbetalen. Mee als junior zijnde, het geluk natuurlijk dat ik uit de kost was, dat moeder geen kosten had. Le départ du 7e Bruxelles-Paris est donné à 6h du matin à Anderlecht. We gingen naar Frankrijk gereden omdat we nieuwe tuben kregen. En we kregen toen een nieuwe trui en we kregen toen een paar patches. Anders moest men dat allemaal ook op. Zie? En dat was meestal ons zien. Aan onze trein betoond, min of meer. Dat was een forfaitaire som dan ze gaan. Weet wat we dan maar niet genoeg mee hadden, maar ja. Dat waren heel lekker zware tuben. Die Fransman zei tegen mij, alleen Fransman wil ik er dan gaan aan met zo'n zware tuben. Ik zeg, dat vind ik plat daar, maar zal er een dikkers plat mee in tuben, dat ik niet plat kan eten, zeg. Mijn broer masseerde me. Rij overal mee met de fiets, met de wielen op. Want het materiaal was zo schaars. Dat we een speciaal systeem hadden van de koerswielen van achteren op een stoeltje. Combineren. En als de koers begon, zet ik die lichte wielen, die met die goeie tube, in mijn fiets. En na de koers gingen er die terug uit. Wij moesten alles zelf bereiden. Wij hadden geen bijstand. Er was wel in de bevoorradingcontrole iemand van de Belgische Wielrijdersbond, van de ploeg. Maar anders moesten wij altijd zelf onze plan trainen. En in de klassieker, zo bij deden Brussel-Parijs bijvoorbeeld, dat was 330 kilometer. Wij zaten dan met ons zakken verleden, dat waren toch restartjes over het algemeen en sambusjes met ja, met chasp. En dan hadden we ook nog een restartje op de rug met ja, 330 kilometer. Je moet eten hebben voor lang, hè. Dat was dan ja, 10 uur hè, of nog meer eerder zat dat. Hè. We komen zojuist in het Prinsenpark in een prachtige vijfdubbele Belgische overwinning bij te wonen. De overwinning in Brussel-Parijs werd behaald door Marcel Kind voor Bonduel, Ketelaer, De Bakker en De Klerk.
Daar is juist Marcel Kind. Marcel, hoe is het geweest? Ja, daar waren genoeg moeilijkheden geweest. En jij die dacht van niet te kunnen wennen, en jij die dacht op een zeker ogenblik dat je vermoeid was. Ja, ja. En nu zo'n lange koers en toch gewonnen. Zijn we gelukkig? Ja, ja. Content dat je meegedaan hebt. Alleen Marcel, hartelijk proficiat in naam van de Vlaamse luisteraars. 172 coureurs prennent le départ du 42e Paris-Roubaix, la grande course classique. À plus de 40 à l'heure, le peloton reste compact. Rien à signaler pendant 115 km. Grande surprise à l'arrivée. Premier De Simpelaar, deuxième Rossi, troisième Tietaar. Le coureur belge De Simpelaar est vainqueur. Mijn carrière is wel een beetje goed onderbroken geweest. En van kun je nu maar 4 keer in de Ronde van Frankrijk betwist. En als er geen oorlog is, doe ik ze toch 6 keer meer dan dus. Dan ging ik 10 betwist hebben. En al de grote klassieks. Ik was juist voor de oorlog beroeprenner. Ik had onder omloop van het Westen. Dus ik was dan 20 of nog geen 20 jaar. En als internationaal contact gekomen is, was ik er, ja, in 46 eigenlijk, was ik er 26. He. Dus ik ben eigenlijk... Ik heb eigenlijk 6 jaar verloren, de koelste jaren van mijn leven eigenlijk, van mijn jeugd. Ouverture de la saison cycliste sur route. À Anvers, 65 coureurs prennent le départ au championnat de Belgique de cyclocross. Cette course se dispute sur un parcours de 35 km. L'épreuve est rendue très dure par suite de la neige qui recouvre le sol. Le dernier obstacle. 35 coureurs seulement arrivent au but. C'est Jacobs qui enlève la course. Il a couvert les 35 km en 1h, 43 minutes, 50 secondes. De wielerbaan trekt tijdens de oorlog massa's volk. De grote vedette is Puske Scherens, vele malen wereldkampioen. De finale van het kampioenschap der snelheid. Kaars tegen Scherens. Geen van beiden wenst op kop te gaan. Ten slotte dwingt Scherens Kaars de leiding te nemen. Even na de bel gaat Puske Cordaat aan de spits en de spurt van Kaars dient op niets meer. Scherens wint voor de 10e maal het Belgische kampioenschap. Mijn tactiek was goed gelost, gedecolleerd. En het is door het feit dat de vorige dus de wind afsnijdt of de locht afsnijdt, dat je stilletjes op zijn wiel komt. En hoe korter dat je erbij kwam, hoe groter was mijn snelheid. En op zijn wiel gekomen, smijt ik hem ernaast. Zelfs in de laatste oorlogsmaanden gaan de pisteactiviteiten verder, ondanks de bombardementen en ander oorlogsgeweld. Op de piste is er nog veel contact met buitenlanders, meestal Nederlanders en Fransen. Op de Duitse wielerbanen is vooral chef Scherens een veelgevraagde gast. Voor het kampioenschap der Steyrs starten Aerts, Meulemans, Leysen en Michaud. De strijd verloopt tegen het hoge gemiddelde van 70 km per uur. Na 30 km gaat Aerts over Leysen en Michaud, terwijl Meulemans door het effect een grote achterstand oploopt. Tot één ieders verrassing wint de 34-jarige Jan Aerts het kampioenschap met een voorsprong van 3 ronden en 130 meter. In het park van Anderlecht te Brussel zijn de hengelaars bijeengekomen om elkaar de loef af te steken in behendigheid. Zoals men ziet komt bij de hengelsport ook wel eens beweging te pas, hoewel geduld nog altijd de hoofdvereiste is. Maar ook de dames zijn geduchte concurrenten. En wat vader doet, wil ook de zoon beproeven.
Met zijn avondklok maakt de bezetter het niet echt gemakkelijk voor een aantal sportbeoefenaars. Misschien is het om dat een beetje goed te maken dat het Duitse bioscoopjournaal met een vaste rubriek over volkssporten begint. Het Belgisch biljart is al lang geen cafésport meer. Het staat op internationaal niveau. Is het dan een wonder dat deze biljartgoochelaars navolging krijgen? Ook in het boogschieten staan onze landgenoten hun mannetje. Voor de oorlog kaapten zij al heel wat internationale titels weg. Bien que les petits oiseaux restent très quoi, peu d'amateurs peuvent se vanter de les abattre avec autant d'adresse que ce tireur âgé de 72 ans. De duivensport kwijnt weg. Het voeder wordt duur en is van slechte kwaliteit. Prijsvluchten worden door de bezetter verboden. Om spionage tegen te gaan, mogen de duiven zelfs niet meer uitvliegen. Bovendien smaakt een gebraden duifje erg lekker. Maar verboden vruchten smaken het best. Bij illegale hanengevechten kunnen smokkelaars hun zwart geld kwijt. C'est sous les règlements de la Société Royale Saint-Hubert que se disputent au Palais des Sports de Bruxelles les courses de lévrier. Wel legaal en even geldverslindend zijn de hondenrennen. Elke dag zijn er wedstrijden. Ondanks hun oorlogsdieet zien de beestjes er stralend uit. Les chiens parcourent une distance de 250 mètres avec départ en ligne ou par handicap. La vitesse réalisée est d'environ 50 km de moyenne horaire. De Bosvoorde wordt de grote prijs van Brussel betwist. En voor de betere kringen geen hanen of honden, maar peperdure renpaarden. Prijzen, renpaarden, toeschouwers. Nergens kan je aan zien dat er buiten de renbaan een oorlog woedt. Aan het begin van de rechte baan voor het doel neemt Torcello de leiding. Torcello wint zonder moeite de grote prijs van 200.000 frank. Op dezelfde renbaan, maar voor veel kleinere prijzen, wordt het Belgisch veldloopkampioenschap van 1942 betwist. Après 8000 mètres, Scroven et Rijf sont en tête. Au cours des derniers mètres, Rijf est lâché par Scroven qui gagne aisément la course. Le prince de ligne, nouveau président du comité olympique, lui remet la coupe. De directeur van het Olympisch Comité heeft voorlopig weinig om handen, want de Olympische Spelen 1940 gaan niet door. Ook van de overige internationale atletiekwedstrijden komt weinig meer in huis. Hoogstens is er eens bezoek uit Duitsland. Hier houden Duitse militairen hun sportfeest in het Dudenpark in Brussel. Belgen zijn er niet aanwezig. Zij kunnen enkel nog atletiek beoefenen in clubverband. Het was in een besloten kring. Je moest daar wel het clubje toe behoren om dat te gaan doen. En veel energie inzetten en er veel voor over hebben. À Bruxelles a lieu le Grand Prix de Belgique d'athlétisme. Le 110 mètres haies est gagné par Paul Brakman en 15 secondes 4 dixièmes. Brancard gagne l'épreuve de saut en longueur avec un bond de 6 mètres 92. Mertens lance le poids à 12 mètres 27. Épreuve de 1500 mètres. Elle est gagnée par Gaston Reif en 4 minutes 1 seconde 4 dixièmes. In 43 ben ik begonnen dus met studies in Leuven, ben ik pas ingeschreven, dat was dan. En dan heb ik een beetje van alles meegedaan, 100 meter gelopen en hoogspringen gedaan, dan is ook een stuk cross meegelopen. En dan
zijn er natuurlijk, wat men nu noemt, wat is de scouters of zoiets, die gaan kijken waar de talenten zo gezegd zitten. En dat men dan uitgepikt heeft, jij zegt goed, en dan heeft de trainer beslist, jij zegt goed, jij gaat dat doen. Want we gaan dan later een club maken en jij zult 400 meter horde doen, dat past in ons programma. En daar gaat je dan gaan voor oefenen en voor trainen. En die tijd waren we zeer onderdanig, om de trainer vertelde. Ook de vrouwenatletiek gaat in de oorlogsjaren gewoon door, het Belgisch kampioenschap inbegrepen. In de sport kon men nog iets gaan terugvinden van een stuk vrijheid dat je voor jezelf kon opnemen. Want alles was voor een grootste deel gereglementeerd. Je was niet vrij, je was de avondklok, mocht morgens niet vroeg eruit. Sport gaan doen was een manier om jezelf wat te uiten en te laten zien wat je kon. Les Anversois du Bierscott rencontrent à Bruxelles les athlètes du racing. Le 100 mètres plat est gagné par Copé du racing en 11 secondes 1 dixième. Als ik dat achteraf nu allemaal zie en dat de atletiek nu geëvolueerd is tot een zekere internationalisatie, is het duidelijk dat het mis aan confrontatie. Iedereen liep nogal graag onder zijn kerktoren en daar was al content mee. En daar was ook weinig om kijken. Ik had plezier van dat gedanken, stond iets in de krant, kon u eigenlijk niet terugzien op de foto en dan was ik al content. En dat is nadien allemaal nu veel meer geprofessionaliseerd. Ook dit jaar heeft ondanks het ongunstig weder de traditionele kajakvaart dwars door Brussel plaats. Reeds dadelijk na de start met handicap begint de strijd der paddelers. Aan de Van Praatbrug heeft zich reeds een groep boten van de overige losgemaakt. Op 800 meter van de aankomst is de kajak met Van Marke Mazzi uit Kortrijk aan de spits. Ze vermeerdert nog haar voorsprong en bereikt het doel 16 seconden voor de volgende boot. Ze heeft de 4 kilometer lange afstand afgelegd op 23 minuten 12 seconden. In de zwemsport doen onze landgenoten het lang niet slecht. In januari 40 zette Oostendse Fernand de Caroen het wereldrecord 500 meter vrije slag op haar naam. Ook in de sport laat het oorlogsgeweld sporen na. Jan Ghilini, voor de oorlog meermaals Belgisch kampioen zwemmen, komt in contact met de Britse geheime dienst nadat hij een piloot heeft geholpen. Hij wordt aangehouden en met 5 anderen in 1943 in Duitsland onthoofd. Tragisch is de arrestatie van de Joodse zwemster Beatrix Wolf. Haar verhaal ontlenen we aan het anti-Joodse blad Volkse Aanval van februari 43. Herhaaldelijk kwamen leden bij ons hun beklag maken dat, spijt het verbod, de Jodin Beatrix Wolf nog altijd lid was van een Brusselse zwemvereniging en in Antwerpen aan zwemcompetities deelnam. Wij namen het besluit daar paal en perk aan te stellen. Een onzer leden, bekend om zijn doortastendheid, bekwam hiertoe de nodige volmacht en bevond zich in de zwemgelegenheid waar Jodin Wolf haar kunsten ging vertonen. Men liet ze begaan, maar toen ze uit het water kwam, sprong onze kameraad naar voren en gaf haar 10 minuten tijd om zich aan te kleden. Ze werd ogenblikkelijk naar Mechelen gevoerd. Beatrix Wolf vroeg de toelating om haar moeder te verwittigen. Men antwoordde haar dat dat niet nodig was, daar haar moeder haar wel zou volgen. Hetgeen de dag nadien gebeurde. Op de eerste dag van de oorlog verliest de wielersport Michel Doge, winnaar van de Ronde van Vlaanderen 37. Julien Vervaeken, winnaar van verscheidene klassiekers, komt om in een ruzie met Engelse soldaten. En op 8 mei 45 wordt Lucien Storme doodgeschoten in een Duits kamp. Hij won Parijs-Roubaix in 38. Julien Salens, de beste Belgische sprinter, wordt op het einde van de oorlog aangehouden en overlijdt in een Duits concentratiekamp. Het kampioenschap van België 44 wordt om die reden afgelast. Dit stadion in Brugge draagt nog altijd zijn naam.
Boulevard, met de medewerking van de Nationale Loterij.